Maandagmiddag, tweede paasdag, speelde NEC de thuiswedstrijd tegen Telstar. En het won met 3-0, mede dankzij een goal van man of the match Michael Heinlood. Hoe is het met je Nederlands? Ja, goed. Ik heb één keer de week Nederlandse les en ik probeer mijn best, ja. I will talk in English. It was a great match. Yeah, thank you. I think it was good to go in front really early with also, of course, my goal was okay. And then before the halftime, we missed a penalty, but then we go in front with 2-0. We scoren natuurlijk vroeg, wat meehelpt. Maar ja, het is wel een typische goal. We plaatsen het spel naar de linkerkant. Kelvin die kiest samen met Arnoud om weer binnenin te komen. En die combinatie met Anders en Ferdi die op de juiste timing hij niet eroverheen gaat en die gewoon binnen schiet, goed. Dat is gewoon lekker starten en dan groeit vertrouwen en dan spelen we gewoon echt een hele goede eerste helft met 10 kansen en gewoon denk nul weggegeven, dus ja. Yeah, you had a lot of space on the right side. Yeah, the first 20 minutes was really they play I think 4-4-2 so or with 5-man line in the back, so I have a really lot of space, so it was a lot of time to go up also. And after 25 minutes, I think they changed a little bit the system. Then was not that easy anymore, but I think we do it really good, and so it was a good game. Almost a second goal? Yeah, almost a second goal, so with the left foot, but yeah, jammer. Ja, met name het kantelen van links naar rechts, van rechts naar links, dat ging heel goed, vond ik. Vond je dat ook? Ja, in eerste instantie, hun spelen met 5 man achterin. Hun starten de wedstrijd zo, dus dat betekent dat de backs van ons vaak vrijkomen, of in ieder geval de andere kant. We weten dat wij heel gevaarlijk zijn in 1 in de omschakeling. Hè? Dus als we de bal winnen en kunnen gaan. Maar 2, op het moment dat we echt spel hebben, echt voetbalspel, dus binnenin spelen, naar buiten, kant wisselen, dat iedereen ook tijd krijgt om in de juiste positie te komen, ja, dan wordt ons spel echt goed. NEC told you there's not a future for you anymore here? Yeah, we talked together and the club also say, yeah, we don't want to extend. And also for me, I like it to go back to Germany. Also, I miss my home and also my wife is not here with me. She has to work home, so it's also good to be. Of course, the guys here and the club is great. And so it means that I give the last weeks here everything for the club to promote. Also, if we promote, it's better for me to find a good club somewhere. And that's why we give now everything the last weeks and try to give our best to promote in the Eredivisie. Tot slot, hoe is het met Sven Braken? Hij ging hingend van het veld. Ja, is oké. Die is gewoon fit, ja. Hey, top. Tweede paasdag. Dankjewel.